Het is hier zo ontzettend leuk om bij te zijn. Dus als u volgend jaar mee wil doen, op tijd laten weten. En ik sta naast Erwin. En ik zei het er straks al, Erwin is al 4 dagen onze kok. Maar nog veel, hij kan nog veel beter zingen, vind ik. Zou het? Ja, is echt waar. Ja, is echt waar. Dat is echt waar. Erwin, je nieuwe single zometeen? Ja, mijn nieuwe single, ja. Ja, het loopt enorm lekker op dit moment. Dus we hebben er druk mee. Hij is op een hele speciale manier... is die opgenomen, hè, de clip? Ja, we zijn naar de top van de toren van Breda geweest. En het was verschrikkelijk koud daarboven. Maar we hebben enorm gelachen. En ja, het is een mooi plaatje geworden, echt waar. Nou, en Erwin, ik moet zo af en toe even bij hem staan. Want hij staat ook een beetje, af en toe is hij een beetje bibberig. Want er staat heel wat te gebeuren bij jullie. Ja, 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 bij ons thuis op dit moment, mijn vrouw, die is hoogzwanger. En die heeft nog 7 weken te gaan, dus het zijn allemaal spannende weken. En natuurlijk houden we de telefoon wel eventjes in de gaten, maar tot nu toe is het goed gegaan. En weet jij al wat erin zit? Het wordt een meisje. Ja, en meisjes komen... Ja. En meisjes die zijn wel eens een beetje dwars, dus die komen wel eens wat eerder. En je hebt al een prachtige zoon. Ja, absoluut, absoluut. Dus ik ben heel trots dat ik nu een zoon en een dochter heb straks. En nou, daar gaan we zo van genieten. Dus jouw volgende liedje, dat is heel toepasselijk. Ik zou het wel willen schreeuwen van de toren. Hoppa! Oké, we gaan weer even lekker feestje bouwen hier. Hè? Kom op. En los, hè, Bas. Come on, hè. Miguel, come on. Olé! Hou nu je mond maar dicht, jij maakt zo'n leven. Er is niks aan de hand, geloof me nou. Hou nou eens op, doe niet zo overdreven. De hele buurt die luistert mee met jou. We zijn alleen een biertje bezig kopen. Ik weet het, schat, ik ben geen vrijgezel. Wees nou niet boos, het is uit de hand gelopen. Maar ik hou van jou en dat weet je wel. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Wel lieve schat, ik hou alleen van jou. Zo luid dat iedereen het goed kan horen. Dat ik van jou en van geen ander hou. Ik zou het willen schreeuwen van de daken. Wel lieve schat, ik hou alleen van jou. Niets waar ik meer om geef, waar ik alleen voor leef en waar ik zo van hou. Je doet net alsof ik je heb bedrogen. Je gaat een keer, maar dat is jouw temperament. Maar ik heb tegen jou nog nooit gelogen. Als geld je mij steeds uit voor kleren vindt. Er is geen andere vrouw, dat moet je weten. Ik heb toch al de mooiste, dat ben jij. Aan jou kan toch geen andere vrouw zich meten. Ik hou van jou, je bent alleen van mij. Daar komt ie weer. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Wel lieve schat, ik hou alleen van jou. Zo luid dat iedereen het goed kan horen. Dat ik van jou en van geen ander hou. Ik zou het willen schreeuwen van de daken. Wel lieve schat, ik hou alleen van jou. Niets waar ik meer om geef, waar ik alleen voor leef en waar ik zo van hou. En even ja, kom hier, jongens, dan komt ie. Hoppa! Hoppa! Tja, 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 badaba, badaba, badaba. Ja, la, 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 la. Er komt er weer. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Wel lieve schat, ik hou alleen van jou. Zo luid dat iedereen het goed kan horen. Dat ik van jou en van geen ander hou. Ik zou het willen schreeuwen van de daken. Mijn lieve schat, ik hou alleen van jou.
niets waar ik weer om geef, waar ik alleen voor leef en waar ik zo van hou. Niets waar ik weer om geef, waar ik alleen voor leef en waar ik zo van hou. Hier de piep! Yes! Oh, wat klinkt dat heerlijk. Je microfoon, ja, lekker, je microfoon mag die kant op, schat. Wat klinkt dat heerlijk, hè, mensen. Voor jou ook, voor alle artiesten een pakketje. Dus voor jou ook een pakketje. We gaan snel naar de keuken, want volgens mij staat de soep aan te branden. We zijn nog net opzij, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Dat redden we makkelijk. En de geluiden van de soep die klinken als muziek in je oren. En achter mij staat onze huisband van vanavond, Simpelfonie. We hebben er ook een beetje moeite voor moeten doen om ze hier te krijgen. Maar ze zijn er en hun eerste nummer is Koefstein 2. Huiskapel vandaag. Dinsdag is absoluut niet restjesdag hier. Ja, absoluut. Wat schaf de pot vandaag, schat? Vandaag op menu hebben we bruine bonensoep. Heerlijk, dat is goed voor morgen, dames en heren. Ik denk dat het tijd was om de quiz te gaan spelen. Netteke staat al klaar, kandidaten staat al klaar. Het is quiz time. Spelletjes tijd. Het is quiz time. Ja, en we gaan natuurlijk, net zoals de andere dagen, onze notaris voorstellen. Want jongens, wat is het toch al die dagen eerlijk gegaan. Dat dacht ik ook. Arend-Jan.
tel, dus dat kan niet misgaan. Er wordt hier niet aanzak gespeeld, want ik zie alles, hè. Heb je nog bepaalde tips of regels? Nou, nee, niet echt regels, maar gewoon goed luisteren naar mij en dan komt alles wel goed. Goed luisteren naar Arend Jan, dan komt alles goed. Jij gaat eerlijk tellen, dus dan sturen we hem naar zijn plaats. Kijk eens even, ik ben vandaag het net. Allemaal glintertjes en zo. Want ik denk, als ik nou niet netjes kom, dan wordt het morgen niet meer uitgezonden, hè. Dus kijk er niemand meer naar. Hè? Hij heeft nog wel het flesje bij. Jongens, we gaan de eerste, jongens, meisjes, we gaan de eerste ronde van de quiz spelen. En dat is een kennisronde. En na bijna 4 dagen carnaval is nog maar de vraag of we kunnen denken. Jullie hebben daarvoor lijntjes liggen en krijtjes en jullie hebben de teamcaptains bij je, dus moet helemaal goed komen. Komt de eerste vraag. Op welke dag is de optocht in het Krabbegat en over welke stad hebben we het dan? Help! Welke dag de optocht in het Krabbegat en over welke stad hebben we het dan? En je hoort die klok al gaan, jongens. Maar dat moet toch hard. Ik heb helemaal gewoon makkelijke vragen gemaakt, hè? Alles opgeschreven? Prima, dan gaan we naar vraag 2. We hebben zelfs nog wat tijd over, maar wij zijn snel vandaag. Hoeveel vrijwilligers heeft Baronie TV op dit moment? Nu. Wie het er dichtst bij is, is het goede antwoord, hè? Hoeveel vrijwilligers heeft Baronie TV op dit moment? Nou, we gaan die bordjes omhoog doen en we gaan even kijken of Arend Jan het goed gaat keuren. De eerste vraag, dat is op dinsdag is de optocht. Doen jullie de bordjes omhoog? De bordjes omhoog. En het is Bergen op Zoom. Dus jullie hebben de plaats goed, maar de dag niet. Arend Jan? Ja. Heb jij het goed gezien, jongen? Ik heb het gezien. Goed zo. We gaan naar het antwoord van de tweede vraag. We hebben op dit moment 110 vrijwilligers. 120 en 70. Ah. Arend Jan, jij weet wel wie de punten dan krijgt, hè? Ja, die uitslovers. Ja, die uitslovers, hè, die krijgen de punten. We gaan naar de tweede vragen. In dit geval zijn het rebussen van deze eerste ronde. En jullie zien hier zometeen naast mij op het scherm een voorbeeld. Goed kijken allemaal en dan kunnen jullie zien hoe dat het gaat worden. Wat zien jullie op het eerste plaatje? Een kiel en dan een gat. Kielengat, dus dat is... Een kielengat, dat is dus Breda. Nou gaan we voor het echie. Daar komt de eerste rebus. Goed kijken, wat zie je op het eerste plaatje? Het eerste plaatje. En we gaan naar de tweede rebus. Tweede rebus. Zijn jullie nog aan het schrijven? Ja? Dan kan nu de tweede rebus komen. Goed kijken. Wat is het eerste plaatje? Wat ligt er naast die trekkers? Jullie horen die klok, jongens, dus... En ik wil graag jullie bordjes zien. We gaan voor de eerste rebus. Jullie zagen een giechelend klein meisje en een donk, dus het is giecheldonk. En dat zijn de Haagse beemden. Bijna. En wat hebben jullie daarvoor? Het kind... Nou, ik vind het een slimme, maar hij is het niet. We gaan naar de tweede rebus. Als jullie naar die plaatjes hebben, zie je dus die trekker en die erpelrooiers. En een land, erpelrooierslaand. En dat is Wagenberg.
En het peerrijk is het ook niet. Arend-Jan, jij hebt geteld. Ja. Goed zo. En kunnen het ook een beetje goed tellen? Ja, dat denk ik wel. Dus 1 voor Zully en 3 voor die ander. Oké, 1 voor Zully en 3. Oké. Nou gaan we naar de derde ronde. Jongens, jullie gaan muziekfragmenten raden. En ik wil graag titel horen, maar ook wie dat het zingt. En mijn zus Betsy, die kan goed zingen, die gaat het fragment voor jullie zingen. Goed luisteren. Na die mooie warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles, ik denk aan nog Spaans. Het stramert staat van rood en van oranje, de felle kleuren van de Spaanse zon en maan. Met Spaanse vino en gitaarmuziek beleef ik steeds weer echte romantie. En elkaar helpen, hè jongens. En hier komt het tweede fragment. Jouw tegen. Jij was verlegen. Ik loop nu al dagen. Want ik wil je wat vragen. Hartstikke goed van jullie, want zo te horen kennen jullie het allemaal. We gaan even naar Betsy, het eerste fragment. Betsy, wie was dat en hoe was de titel? Het eerste fragment is Imca Marina met Eviva España. Hey! Ah, helemaal goed, helemaal goed. Arend-Jan, heb jij het goed gezien? Ik heb het goed gezien, ja. Perfect. Dan gaan we naar het tweede fragment. De tweede is natuurlijk Frans Bauer met Heb je even voor mij. Hey! Ja, helemaal goed. Hey, daar zat er nog goed in bij jullie, hè, na 4 dagen carnaval. Bij wie het er ook nog goed in is, is bij Simplefonie. Zij gaan aan hun tweede nummer beginnen en dat heet ook gewoon Simplefonie. Voilà, nous sommes ici, oh la la la, c'est symphonie. À faire plaisir, on fait musique pour tout, oh la la la, c'est symphonie. Alors, dansez et chantez avec nous, oh la la la, c'est symphonie. Pour vous, pour nous, pour tout un grain de fer, c'est Thank you.
En wat geweldige huisband. Ja, en wij worden oversteld met reacties. Hoe doen wij aan zulke goede muziek komen? Hoe wij die geweldige huisbandjes allemaal vinden? Nou, die komen gewoon vanzelf, want je wil natuurlijk graag optreden bij Baronie TV. En ze hebben dit allemaal gedaan zonder dirigent. En het is natuurlijk ook de vraag of ze het kunnen met de dirigent. Want we gaan het volgende onderdeel spelen. Jullie hebben dat vaak ook wel eens gezien op de gewone televisie, Maestro. Die hebben dat van ons mogen lenen. Dus wij gaan het nu zelf spelen, maar dan een beetje carnavalesk. En achter de coulissen staat onze dirigent klaar met een van de kandidaten om te instrueren hoe dat je moet dirigeren. Want dat wordt zometeen spannend. We gaan even kijken. Ja, nou, het is belangrijk dat je eerst het goede ritme te pakken krijgt. Dus we beginnen met een soort van dansje. Je kent het slavenkoor wat je zo meteen gaat dirigeren, dus we gaan er een wals van maken. Ja, la, 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 la. Ja, dat gaat heel erg goed, dat gaat heel goed. Ik denk dat je dat zeker te pakken hebt. Maar nou is de vraag, hoe gaan we zorgen dat het hele orkest tegelijk begint? Goeie. Even met die mannen praten, denk ik. Ik ga jou een truc leren. Let op, kijk mee, doe mee. Je doet je handen omhoog. Een klein beetje, niet helemaal. En dan ga je omhoog en naar beneden. En op het moment dat jouw handen beneden zijn, dan gaan ze beginnen met spelen. Dat is codetaal voor muzikanten. Je hebt erbij geleerd. Ja, ik denk dat het wel moet lukken. Wij zijn er helemaal klaar voor. We gaan die paella serveren, Chris. Kom. Olé! Ja, en heel erg spannend. Chris gaat dus Simpelfonie dirigeren. Hij heeft het in een korte tijd geleerd. We gaan anderhalve minuut horen van het slavenkoor uit de opera van Nabucco. Thank you.
komt er geen genoeg van krijgen, hè? Te zin in. Nou, er zit misschien wel een talent in. We gaan dat even aan de jury vragen. We vragen het eerst even naar Arend Jan. Die ziet er vandaag prachtig uit. Helemaal in het goud. Bedankt. Met zijn zilveren drinkfles. Arend Jan, wat vond je ervan? Nou, ik kon er wel genoeg van krijgen. Maar ja, smaak verschilt toch eigenlijk wel. Dus, en dan is het nu tijd om de punten te geven. Het is weer... Rustig. Vond hem echt goed? Wat vond nou, ik probeer wat tijd in te halen. Nelke, kom. Nee, hey. Jongen. Op en te dan. Een negen. Judith, wat vond je ervan? Nou, je hebt me weten in te pakken met je charmante blik. Oh. En dat staat er goed op. Daarom geef ik jou een 7. Een 7. Hartstikke goed. Nou, na de reclame dan gaan we nog een keer. We gaan even boodschappen doen.